Kameraden, 2022 was een bijzonder moeilijk jaar voor velen onder ons. Terwijl we nog maar net van de coronacrisis bekomen waren, viel Rusland totaal zonder reden Oekraïne binnen. Daardoor ontketende het een economische crisis die heel Europa trof. Een economische crisis die al lang niet meer enkel de zwaksten in de maatschappij treft. Want ook tweeverdieners hebben het vandaag bijzonder moeilijk om de torenhoge energiefacturen betaald te kunnen krijgen. Het is dan ook degoutant om vast te stellen hoe energiereuzen speculeren om hun winst te maximaliseren op de rug van de werkende mens. Het is bovendien pijnlijk om vast te stellen dat de Europese regering er niet in slaagt om een prijzenplafond af te spreken op een voor iedereen haalbaar niveau. Gelukkig konden onder druk van onze socialistische kameraden in de federale regering steunmaatregelen worden afgesproken die onze gezinnen door de winter moeten helpen. Het lijkt de liberalen in deze federale regering blijkbaar niks uit te maken of onze mensen het moeilijk hebben. Want ondanks de druk van vooruit op de federale regering willen de liberalen en het VBO niet weten van een aanpassing van de wet van 96. De wet die ons verbiedt om vrij te mogen onderhandelen over de lonen van onze arbeiders. In dit land kun je blijkbaar over alles onderhandelen, zolang het maar niet gaat over lonen. Want dan staan het VBO en VOCA op hun achterste poten en schreeuwen moord en brand dat bedrijven het moeilijk hebben. Wij begrijpen dat heel veel kleine ondernemingen het moeilijk hebben en wij steunen dan ook de maatregelen om deze bedrijven te helpen door deze moeilijke periode te komen. Maar, en ik zeg uitdrukkelijk maar, wij hebben het bijzonder moeilijk met het uitdelen van gratis geld aan alle grote ondernemingen die gigantische winsten boeken door te speculeren op de rug van onze arbeiders. En wat de Vlaamse regering betreft is het echt huilen met de pet op. Op geen enkel moment tonen zij ook maar enige empathie met de moeilijke tijden waar onze arbeiders doorgaan. Het enige geluid dat zij lijken te horen lijkt de stem van het VBO te zijn. Wel nu, zolang men de gerechtvaardige eisen van onze arbeiders niet wil horen, zullen we actie blijven voeren. Ik was een trotse voorzitter toen ik de afgelopen weken verschillende piketten bezocht en daar zoveel strijdbaarheid bij onze militanten mocht vaststellen. Ik wil al onze militanten en leden dan ook heel erg hartelijk danken voor de steun waarop we telkens mogen rekenen. Het is een voorrecht om jullie te mogen leiden. Vertrouw erop dat wij er alles aan zullen doen om jullie in deze moeilijke tijden bij te staan. Maar ik wil 2022 vooral afsluiten met een boodschap van hoop. Hoop dat het nieuwe jaar vooral alles brengt wat jullie wensen. Ik hoop dat wij samen nog heel veel mooie dingen mogen realiseren. En ik wens jullie dan ook een ontzettende fijne eindejaarsperiode toe. Geniet van de warmte en de vriendschap van je familie en dierbaren. En dan zien we elkaar graag terug begin volgend jaar. Fijne feestdagen en een sprankelend 2023 gewenst.